Zo, nou, vandaag is mijn eerste dag. Ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop echt dat het leuk wordt vandaag. Het is waarschijnlijk ook heel anders dan ik gewend ben. Nou ja, het komt wel goed. Ja, nou, inderdaad. Even kijken, wat kan ik nog allemaal nog meer doen? Ik heb nog heel veel om voor te bereiden. Oh, is dat Emma? Oh, het is vandaag haar eerste dag natuurlijk. Ja, inderdaad, ik hoop wel dat dat goed komt. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk. Nou, Emma, ben je benieuwd voor je eerste dag? Ik hoop dat het goed komt, maar ik denk het wel, toch? Ja, ik denk het ook hoor. Zo, laat ik even kijken. Wat heb je nog meer nodig vandaag? Dat weet ik zelf ook eigenlijk niet. Zo, nou, we hebben alles klaar liggen, het eten ook. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat met Emma. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop niet dat ze net als Julian is en veel herrie gaat troppen. Nou, even kijken. Ik heb alles en ik ben klaar om te gaan. Zo, nou, ik ben klaar. Zo, mam, pap, ik ga. Oh, oké, okay, nou, veel succes. Zo, nou daar ben ik al. Super groot. Zo, even kijken. Wauw. Oh, wauw, wat mooi. Zo, zoveel spullen. Zo, wauw, het is super groot. Ik kan me hier wel vermaken. Oh, wauw, kijk eens, deze lokalen ook. En hier ook. Wauw, super groot. Echt heel fijn. Oké, okay, even kijken. Volgens mij moet ik hier naar binnen. Oh, hier heb je het toilet. Wauw. Super mooi, super groot. En wat staat hier nou? Ik haat Richie. Nou, dat is niet zo aardig. Dat vind ik best wel stom. Ik wist niet dat je dat zomaar mocht opschrijven. Oh wauw, dit is Julians klas. Oh wauw, is dat Emma? Ik was helemaal vergeten dat het vandaag kwam. Ja, ik ben er. Zo, nou, wat leuk dat je er bent. Maar waar moet je nou zitten? Moet je wel hier zijn? Ja, inderdaad, dat vraag ik me ook af. Emma, zit je wel op de goede plek? Zo, nou laten we maar zitten. Maar waar moet ik nou zitten? Volgens mij kun je wel hier zitten hoor. Oh, dankjewel. Nou, Emma, niet zit op mijn plek. Daar kan je niet zitten.
Oké, jongens, ga allemaal maar zitten, dan kunnen we beginnen met de les. Emma, ik hoor daar te zitten. Oké, dan ga ik wel ergens anders. Ja, alsjeblieft. Nou, wauw. Dan ga ik maar ergens anders dus. Even kijken. Waar kan ik dan zitten? Geen idee. Waar gaat Emma nou heen? Nou ja, maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Nou, even kijken. Misschien kan ik hier zitten. Nou, dit is leuk. Hier kan ik ook mee spelen. Kijk eens. Wauw. Zo, dit is super fijn. Sorry, wie ben jij nou? Wat doe jij nou hier? Is dat Emma Vogel? Huh? Zou die vandaag naar school komen? Ja, in ieder geval kan ze dit niet zomaar doen. Hey! Ja, hallo? Ik ben de rector van de school en dat kun je niet zomaar doen. Je kan niet zomaar op tafel springen en dingen omgooien. Zo, laat ik even kijken. Ik zal Brigitte wel bellen. Brigitte? Oh, hallo. Met meneer. Hallo? Meneer Tjurlich? Oh, ja. Oké. Ja, kunt u alstublieft Emma ophalen? Want Emma die verzorgt zelfs heel veel problemen. En ik denk niet dat ze klaar is voor de basisschool. Oh, dat kan best. Ik zal haar ophalen. Maak je maar geen zorgen. Oké. Nou, dan is dat ook opgelost. Wat is het probleem nou? Wat heb ik nou gedaan? Nou, Brigitte, dankjewel dat je hier zo snel kon komen. Dat is echt heel fijn. Nu kunnen we even alles op orde krijgen. Ja, inderdaad. Oh, nou, ga ik dan weer terug naar het kinderdagverblijf? Even kijken. Ik zal deze stoel even weer goed zetten. Maak je maar geen zorgen. Ik zet alles weer goed. Zo, zie je? Dan hoef ik toch niet terug? Zo, ik heb alles weer goed gezet. Zo, dan mag ik nu nog gewoon blijven, toch? Nee, het is beter als je terugkomt met mij, hoor. Emma, ik denk dat je er nog niet klaar voor bent. De basisschool. Nou ja, dan probeer het een andere keer, toch? Dat is misschien beter, we hoeven het ook niet te haasten. Ja, inderdaad, misschien is dat een goed idee. Zo, nu ben ik wel weer thuis. Nou, Emma, je hebt wel wat problemen veroorzaakt vandaag, hoorde ik. Ja, Emma, je was echt veel te druk vandaag. Wat heb je allemaal uitgespookt? Please, doe dat niet nog een keer. Ja, ik snap het. Ik zal het niet meer doen. Ik ben toch weer terug bij het kinderdagverblijf. Nou ja, dat is wel beter. Ik vind het ook wel fijner dat hij dan niet zo snel opgroeit.
Nou ja, in ieder geval heb ik het geprobeerd, toch? Dat is het belangrijkste.